dacht, we gaan lachen. En dan met name lachen om maar niet te hoeven huilen. Ik ga jullie een aantal basisprincipes bijbrengen. Dat wil zeggen, verschillende manieren van lachen. Om een bepaald verdriet waar je niet mee om kan gaan op een verantwoorde en toch speelse manier te onderdrukken. Mijn motto luidt, lachen is gezond en huilen kan altijd nog. Dus laten we in Gods alle Jezus Christus naam snel beginnen. Goed, de eerste lach van vanavond is de lach van Au, ook wel de meelach van Au genoemd. En die gaat als volgt. Er wordt gelachen om een iets wat pijnlijke situatie. Ik bevond mezelf ooit in een soortgelijke situatie, dus vind dat ik er eigenlijk niet om mag lachen. Toch doe ik het wel, omdat iedereen om mij heen het ook doet. Deze lach klinkt ongeveer zo. Goed, gaan we door naar de tweede figuur. Dat is de wie het bangst lacht, lacht het hardst lacht. Die zoveel betekent als ik ben nogal een onopvallend figuur. Dat komt waarschijnlijk omdat ik zo rete onzeker ben. Dus als er in mijn omgeving een grap gemaakt wordt, zie ik mijn kans schoon en lach ik zo hard als ik kan. Zodat iedereen in ieder geval zeker weet dat ik er ook nog ben. Deze lach klinkt als volgt. Figuur 3 is een niet zo vaak voorkomende lach. Dat komt waarschijnlijk omdat het niet zo opvalt. Dat is namelijk de ik ben veel te bescheiden om te lachen lach. En deze gaat ongeveer zo. Mensen die zo lachen proberen daarmee duidelijk te maken, let me niet op mij, ik ben er niet. En bovendien heb ik waarschijnlijk toch helemaal geen gevoel voor humor, dus waarom zou ik lachen om een grap die ik helemaal niet begrijp? Goed, figuur 4 dan, de onovertroffen, als ik eenmaal begin, ben ik niet met stoppen lach. Veel gebruikt door vrouwen met een glaasje op feestjes, bruiloften of partijen. En deze lach klinkt ongeveer zo. Vijf dan, een hele bekende, is de het huilen staat mij nader dan het lachen lach. Die zoveel betekent als ik ben psychisch zo in de war dat ik niet meer precies weet of ik nou moet lachen of huilen. Ik ben de controle over mijn emoties volledig kwijt. Deze lach klinkt ongeveer zo. Figuur 6 dan, een echte mannenlach, is de ik gooi mijn hoofd in mijn nek lach. Veel gebezigd door grote mannen met een laag stemgeluid, die hun forse bulderlach fysiek kracht bijzetten door theatraal hun hoofd in de nek te gooien. Vaak ook houden ze erbij de handen op de enigszins bolle buik. Deze lach klinkt ongeveer zo.
Figuur 7 dan, ook een hele bekende, is de Je lijkt Ron Brandstede lach. Deze lach begint met een explosie van lucht uit de mond en eindigt bijna geluidloos. Gedurende de lach loopt de lacher langzaam aan rood aan en omstanders zijn dan ook vaak bang dat de lacher zal stikken in zijn eigen lach. Dit is zelden tot nooit het geval. Ik doe hem één keer voor. En figuur 8 dan, de ritmische Daar zit muziek in lach. Een muzikale lach die haast klinkt als een symfonie. Het zeer rappe tempo voor deze lach maakt dat het lijkt alsof de lacher ervan een ritmisch muziekstuk te horen brengt. Deze lach klinkt als volgt. Tot zover wat verschillende figuren te gebruiken in situaties waar nodig iets moet worden weggelachen. Ik praat hier vanmiddag om een stukje sensualiteit en ik bereik alleen als je voor de volle 100% inzet. De paal is er voor jou en niet andersom, dus neem die ruimte.